Pater Pio was een kapuzijn, die kon op twee locaties zijn. Maar, en dat was de bijzonderheid, hij kon dat tegelijkertijd. En de stigmata had hij ook nog, en hij vloog ook door de lucht. Maar toch, maar toch, maar toch, maar toch. De vrouwelijke geest, verbaast het allermeest. Je ziet geregeld dat er mensen zijn, die genieten van een beetje pijn. Ze boren gaatjes door een snikkel heen, met een gewicht eraan max achter één. Nou, die hing wel zoveel aan zijn aal, dat was gewoon niet meer normaal. Toch stond hij niet voor paal. De vrouwelijke geest, verbaast het allermeest. Neem mezelf, ik ben geen vrouw maar man, en daar is nou net geen flikker aan. Met zo een ben ik niet graag getrouwd, alles wat ik zeg is onderbouwd. Logisch stap voor stap en wel doordacht, zo voorspelbaar als de dooie nacht. Met een lichaam waar ik echt van gruw, veel te harig, hoekig en te ruw. In plaats van tietjes en een lieve spleet, een domme zak en haren in mijn reet. Jammer. En haren in mijn reet. Maar een vrouw is zo mentaal bedeeld, dat ze daarmee graag de lakens deelt. Ze kust en knuffelt, heeft zich vastgeklampt aan zo'n vreselijk lijf verrampen. Dampt en dampt en duwt verkrampt. De vrouwelijke geest is een verrukkelijk mooi feest.